Dat de Mahalia Jackson Kerkentoren geslaagd initiatief is, was gisteren te merken aan de enthousiaste reactie van het aanwezige publiek in de grote stadskerk. Met dit concert brengt Denise Janna een eerbetoon aan de gospel queen Mahalia Jackson, een gevierde, maar ook zeer bescheiden gospelzangeres. Het initiatief om dit concert naar Suriname te halen komt van Cynthia McLeod, die een samenwerkingspartner heeft gevonden in de Nationale Volksmuziekschool. De school zorgde voor de promotie en de organisatie en de SLM droeg een steentje bij door voor de vliegtickets te zorgen. Wij voeren nu terug naar de première van deze Mahalia Jackson Kerkentour gisteravond in de grote stadskerk aan de Steenbakkerijstraat. Denise Janna, die zoals altijd weer schitterde. De Mahalia Jackson Kerkentour is gisteren begonnen en wordt de komende week voortgezet in nog een drietal kerken. Te weten de Hervormde Kerk maandag aanstaande, de Kathedrale Basiliek op woensdag 22 maart en de Vredeskerk in Nikeri op donderdag 23 maart.